ochtend al raar aan het doen. Ze is super hyperactief. En nu begint ze opeens met al het stof van onder mijn bed te halen. Misschien wil ze alles een beetje opkuisen. Maar dat is niet nodig. We hebben een stofzuiger. Ik heb alleszins heerlijk geslapen. We zijn ondertussen al middag. Ik heb super lang geëdit. En ik was gisteravond ook heel laat thuis. Dus ik heb gisteravond mijn video niet meer gemaakt. Normaal doe ik dat altijd 's avonds. Maar vandaag heb ik het 's morgens gedaan. Wat dat we vandaag gaan doen, ik weet het zelf niet. Gisteren was een super vette dag. Ik heb ook super veel werk gehad aan de vlog. En na zo'n dag ga ik meestal gewoon eventjes een dag chillen. Vandaag is het zondag, Sunday Funday. Kijk eens aan hoe dat lijpen hier aan het genieten is. Ze heeft hier echt al het stof van onder mijn bed gehaald. Hey, soms doet ze zo rare dingen, maar ze blijft alleszins wel super lief. Haar snorharen hangen ook vol van het stof. Hey, hou jij van stof? In ieder geval, ik ga waarschijnlijk straks naar buiten of zo. We zien wel. Ik ga gewoon vandaag alles op me af laten komen. Geen plan. Ik ga gewoon cruisen met mijn BMX. That's it. Let's go. Het is hier momenteel fucking hard en knokken, super veel volk, niet te geloven. Ik was helemaal vergeten dat zondag zo druk is. Er rijden hier alleszins fucking vette auto's, sowieso. Ik ben hier echt wel volle bak door de mensen aan het cruisen. Want zo kijkt er niemand awkward naar je. De truc van vloggen is gewoon snel gaan, dan heeft niemand de tijd om naar jou te staren. In ieder geval, ik ga nu richting het strand, waarschijnlijk hier een paar spotjes cruisen. Check die vibe, man. Holy shit, let's go. Even aan het chillen op strand. Ik heb hier daarnet ook een fan tegengekomen met haar moeder en haar vader. En haar moeder kijkt altijd mee naar de vlogs. Dus dat is altijd super leuk om te horen. Zoals jullie zien, de vibe is heerlijk. Het weer is heerlijk. En ik ben hier aan het genieten. Ik ben daarnet ook een keer naar het strand gewandeld. Mijn camera stond toen hier te timelapsen. Mijn BMX ligt aan het begin van het strand. En het chillen hier in Knokke is, je kan hier gewoon alles vertrouwen. Er wordt hier bijna nooit gestolen. En ik hou echt wel sowieso van die vibe. Ik ga straks gaan BMX'en op een paar BMX-spots dat ik nu in mijn hoofd heb. Ik wil er echt nog een keer gaan fietsen. En ik denk met dit licht straks dat het echt wel super mooie beelden gaan worden. Dus dat wordt sowieso fantastisch. Die mensen zijn er trouwens in het Frans allemaal rare dingen aan het zeggen. Maar ik versta hen wel. Altijd super grappig. Let's go. Ik denk dat ik hier op het perfecte tijdstip ben beland. Hoppa, het licht zit mega goed. Het zonnetje is daar aan het ondergaan tussen deze gebouwen, maar dat gaat nog eventjes duren. En als jullie de spot niet meer herinneren van vroeger, dit is de spot. Vroeger was er hier zo'n struik, allemaal duinen. En lagen er ook veel meer stenen. En nu is dat blijkbaar opgelost. Dus sowieso een dikke shout-out naar Knokke om deze spot officieel te maken. Hier staat er geen doorgang. Maar ik denk dat dat wel logisch is, want dit is steen. En hier kan niemand door, denk ik, tenzij dat je de Hulk of zo noemt. Misschien is er aan de achterkant wel een soort van doorgang. Oké, het is dus geen doorgang door deze steen. Fucked up, grappig. In ieder geval, ik ga hier BMX'en. Ik ga hier genieten, een paar vette clips proberen shooten. We hebben hier zicht op de haven van Zeebrugge. Het is hier een super mooie omgeving. Ik kan hier echt alleen maar positieve dingen over zeggen. Geniet van de beelden. Joe!
Dat was echt wel eventjes een chille sessie. Alles op het gemakje sowieso. En ik zie daar de hele hemel roos worden. Dus we gaan daar nu naartoe. Het ziet er mega mooi uit. Ik ga een beetje gaan genieten op het strand. En ik ga op zoek naar een frituur. Want ik heb hier in Knokken super lang geen frietjes gegeten. En ik ga frietjes eten. Ik heb er zoveel zin in. Joep! Deze shit is niet normaal, mensen. Het is hier net Californië of zo. Het ziet er super mooi uit. Ik ben echt heel stoked op deze avond. Ik heb daarnet trouwens daar, waar dan al mijn spullen staan, oude mensen betrapt. En die wouden mijn gsm pakken, want die ligt er ook gewoon mega random. Ik vertrouw altijd iedereen hier, maar blijkbaar zijn ze toch niet allemaal te vertrouwen. Dit is trouwens ook een nieuw pleintje. Ik ben hier trouwens ook aan Animals Beach, voor de mensen die dat allemaal niet goed weten. Hier is de mini-ramp en dit pleintje is splinternieuw. Ik heb hier net een paar BMX tricks gedaan. En met dit licht ga ik nu zo snel mogelijk een paar clips filmen. Let's fucking go. Ik ben buiten adem, want ik ben hier echt aan het knallen. Joe! Ik ben zo blij dat de dagen langer zijn aan het worden. Het is ondertussen al 6 uur en het is nog altijd niet donker. Yes! Super vet! De lente is op komst. Normaal is er hier een super goede frituur. En dat is echt wel legendarisch, want hier naast mij was er vroeger zo een zwembad, de Raan. Jullie kunnen het nog altijd lezen, maar dat is nu weg. En wij gingen hier altijd frietjes eten in dit frituur. Ik vind het super jammer dat er eigenlijk geen lekkere afhaalmaaltijden zijn die toch een beetje goedkoop zijn. Aan de ene kant, Chinees is wel nog goedkoop. Dan kan ik ze voor 10 euro eten gaan afhalen. En meestal kan je er 2 keer van eten. Dus dat is echt wel een dikke deal. Maar zelf een frituur is niet meer goedkoop. Ik heb nu 7,50 euro betaald en ik heb gewoon een frietje en een hamburger. Dat is niet veel geld, maar voor hetgeen dat ik heb is dat eigenlijk wel nog veel geld. Voor 2,50 euro meer kan ik gewoon op restaurant een lekkere spaghetti gaan eten. Ik ga hier sowieso van genieten, want ik ben hier terug aan het strand met fantastisch uitzicht. Het is heel, heel nice, die roze hemel. En mijn eten wordt koud, dus we gaan eten. Joep! Ik schiet er nog altijd van hoe smal deze doorgang is. In ieder geval, de frietjes hebben gesmaakt en ik ben ondertussen al aan het skatepark. Het skatepark is in Knokke en daarnet was ik nog in Heist. Dat zijn 2 stadjes verder, maar hier aan de kust heb je echt wel om de zoveel kilometer een nieuw stadje. Check dit, hoe smal is dit pad? Oké, ik heb zin om te BMX'en sowieso. Joe! Gemaakt, maar ik weet niet als dit goed gaat aflopen, want ik heb het gemaakt met melkchocolade met hazelnootjes. Het zijn wel van die gecrushte nootjes, dus het zijn niet die grote noten, dus normaal zou het wel goed moeten komen. En deze kom heeft trouwens echt wel super warm. Vandaag was echt een chill dagje en een chocomelk is ideaal om dit af te sluiten. Lekker op het gemakje, gewoon zoals ik zei, Sunday fun day. In Barcelona zeiden we dat ook altijd, it's Sunday fun day. En dan gingen we gewoon de hele dag chillen. Gingen we een beetje aan het strand gaan liggen. Soms een keer naar de bergen. We gaan dan zo helemaal naar boven, naar de bunkers. En
Dan sta je zo op een platform en heb je zicht over Barcelona, maar echt een 360 view. Dus dat is echt wel genieten. Soms gaan we ook naar Tibidabo. En daar heb je echt fantastisch uitzicht. Dat is super nice. Ik denk dat ik binnen een paar maanden wel nog een keer passeer in Catalonia. En dan gaan we nog een keer een toertje doen in Barcelona en rond Barcelona. Want ik heb jullie eigenlijk wel heel veel te tonen. Ik heb daar vroeger jaren geweest en ik ken daar alles van binnen en van buiten. Ik weet de veilige plaatsen, ik weet de gevaarlijke plaatsen, ik weet waar dat de ghetto is. Ik weet de hele rijke mensen wonen, ik weet daar echt vette shit. En ik ga jullie dat allemaal tonen, want met mijn bus ga ik echt heel veel vrijheid hebben. Heel veel mensen vragen ook, hoe gaat het met je bus en dit en dat. Mijn bus die is nog altijd in die hangar en mijn homies die zijn daar aan het repareren. En natuurlijk, dat gaat niet zo rap of in een echte autogarage, want ze hebben dat materiaal niet. Ze moeten soms dat materiaal lenen om bijvoorbeeld injectoren te testen. En morgen gaan ze bijvoorbeeld de injectoren testen. Het slot is al besteld, want dat slot was ook kapot. En er zijn nog een aantal dingen nodig voor rotonderhoud en dat is ook allemaal besteld. Maar ik denk dat de injectoren kapot zijn, dus dat gaan ze morgen testen. En ik hoop echt dat ik hem zo rap mogelijk heb. Ik gok nog een maandje of zo, zoiets. Stukken bestellen duurt ook wel 1 of 2 weken. Dus het heeft allemaal tijd nodig. Het komt allemaal goed. We gaan er echt van genieten. Als ik mijn bus heb, ga ik waarschijnlijk direct weg. Ik ga niet meer wachten. Ik ga gewoon met hoe dat de bus nu is, eerst gewoon een keer vertrekken voor 1 of 2 maanden. Het gaat echt wel leuk worden. Ik heb er heel veel zin in. Ik ben eigenlijk ook benieuwd naar deze chocomelk. Hopelijk is hij nog niet te warm. Nice. Oh shit. Oh, die smaakt echt wel goed. Check dit. Kunnen jullie het zien? Jullie zien ook de nootjes. En die nootjes storen zelf niet. Oké. Dit is echt wel genieten. Pure chocolade is natuurlijk wel gezonder dan melkchocolade. Maar af en toe melkchocolade, het komt wel goed. Ik ga hier de vlog afsluiten. Ik ga nog genieten met deze chocomelk. En waarschijnlijk hier op mijn bed nog iets checken op mijn iPad. Helemaal op het gemakje. Ik wil jullie bedanken voor het kijken. Like de video. Deel de video met al je vrienden. En ik zie jullie morgen bij een nieuwe vlog. Zoals elke dag om 5 uur. Peace out. Ciao. Yo.